Dat valt zeker niet tegen. Nee, ik had, het is best wel vrij ruimtelijk omdat het zo schuin is. Nauwelijks een minuut onderweg. En ben jij alweer verkeerd. In plaats van 2 uur wachten is het nu gewoon gelijk mijn rondje. We hebben trouwens onze campervrienden gefeliciteerd met de aanschaf van hun nieuwe camper. Erik Marleen, helemaal toppie. Veel succes, veel plezier met jullie nieuwe camper. Ik zei gisteren nog tegen Helen dat op het water zal de Biesbos veel leuker zijn dan op de fiets. Nou, daar is niks van gelogen. We hebben wat verstekelingen meegenomen. We zaten vast. Een hele goede middag. Het is donderdag en we zijn alweer op pad. Maar het is nog geen weekend, want morgen moet ik gewoon werken. Ja. En dat doe ik vanuit de camper. En Helen die heeft al weekend dus. Ja, heerlijk. Ik vermaak me morgenochtend wel hoor, morgen overdag. Helemaal prima. Goed mooi weer, dus we gaan het water opzoeken. We hebben lang gekeken en bedacht waar we naartoe gingen. En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij de Biesbos. Daar zijn we een keer eerder geweest, maar toen vaarde het pontje niet. En dan kon je niet zo makkelijk de Biesbos in. En nu wel. Dus we gaan de Biesbos verkennen per fiets en met de boot. We maken na nog 17 minuten. En dan zijn we bij Jachthaven Biesbos in het plaatsje Drimmelen. En hier komen we dan bij de jachthaven. Ik zie de campertjes al staan. Dat valt zeker niet tegen. Nee, het is best wel vrij ruimtelijk omdat het zo schuin is. Heb je toch gewoon uitzicht, zeg maar. Ja. Echt verrassend. Nou, we lopen even een blokje rond de camperplaats, even langs de toiletten. Oh, daar is het toilet, ja. Dit zijn de toiletgebouwen, eigenlijk naast de camperplaats. Nou, en hier heb je dus een deel van een hele grote jachthaven. Ja. Kijk, echt wel een leuke speeltuin hoor. Heerlijk. We zijn 1,5 uur verder van huis. En je baant je nu al in een oase van rust, van vakantiegevoel. Tja, dit is echt wel weer super hoor. Goedemorgen. We leven vandaag op zaterdag. We hebben de vrijdag gisteren overgeslagen. Dat was voor mij gewoon een werkdag. En voor de rest niks bijzonders meegemaakt. Dus we hebben niet gefilmd. Vandaag gaan we een stukje fietsen en wel de Biesbos in. We rijden eerst naar Lage Zwaluwe. Dat doen we langs het water, over de dijk heen. Om vervolgens met het pontje de Biesbos in te gaan, toch? Ja. Nauwelijks een minuut onderweg. En ben jij alweer verkeerd. Ja, en hier rijden we dan op de dijk. Tja, het is nu al leuk hè. Helm voorop.
Kijk, en dit doen we al 3 kilometer lang, deze weg. En het is gewoon, prachtig. Eindelijk in de Biesbos. Voor het eerst van mijn leven. Nou, inderdaad. Fietsend in de Biesbos. Ja, zeker. Dus daarom hebben we gewoon op dat pontje gewacht. Want ja, anders kom je nooit in die Biesbos. Het is ook allemaal opengesteld om te wandelen. Honden aan de riem. We hebben net hier geluncht. Een prachtig plaatje. Ja, prachtige paarse blommetjes. Wat zijn het? Ja. Ja, het zijn geen hyacinten, het zijn geen lavendels. Nee, een beetje, ja. Nou, wie het weet mag het zeggen. Ik hoor het graag, want het is echt werkelijk een heel mooi gezicht. Weg naar het pontje Steur, die ons weer uit de Biesbos brengt. Prachtige gekleurde bloemetjes allemaal. In plaats van 2 uur wachten is het nu gewoon gelijk een rondje. Kijk, we zijn er al. Zo snel gaat het even. De fietstocht is ten einde. We hebben een leuke dag gehad en we hebben denk ik tegen de 50 kilometer aangefietst. Nou ja, dan mag de pret niet drukken. Dat hebben we daarna gedaan, even lekker gechilled. We hebben trouwens onze campervrienden gefeliciteerd met de aanschaf van hun nieuwe camper. Erik Marleen, helemaal toppie. Veel succes, veel plezier met jullie nieuwe camper. Goedemorgen, 10:15. We gaan de boot ophalen, want we gaan vandaag met de boot door de Biesbos heen. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Ja, ik denk dat het leuk is. Het weer mag nog wel iets beter. Het is niet slecht, maar het zonnetje ontbreekt. We gaan er wel een leuke dag van maken hoor. En dan gaan we waarschijnlijk vanavond een hapje eten. En dan, dan gaan we huiswaarts. We hebben een bootje gehuurd. Een sloepie. En dan gaan we mee de Biesbos in. Dus gisteren vanaf de fiets de Biesbos bezocht. En vandaag vanaf het water. Hartstikke leuk. Ja.
Nou, je hebt geen vaarbewijs nodig voor dit soort sloepjes. En dit is het kantoor waar we de boten vuren. Kijk eens hoe geinig. Dat is wel leuk. Nou, we waren net op tijd, hè? Ja, het is echt nu. Het is gewoon echt wel druk. En we stonden als eerste in de rij, dus we zijn snel geholpen. Instructies gehad, routekaartje gehad. En daarachter ligt ons bootje ergens. Nou, we wachten netjes tot we geholpen worden. Dan wordt er een en ander uitgelegd aan de boot. En dan vamos. Dit is de boot. Hij moet nog even schoongemaakt worden. Hij ziet er inderdaad niet best onderhouden uit, vind ik. Nee. Kapjevies, binnenvies. Maar goed, het belangrijkste is dat we vandaag lol hebben, toch? Zeker. Dat gaat best lukken. En zo varen we de haven uit. Hoe leuk is dat? We hebben een boot met een kapje. Dus mocht het heel koud zijn, dan kunnen we lekker onder die kap gaan zitten. En daar is de kapitein. Even wennen, hè? Is het leuk of is het leuk? Ja, het is leuk, joh, dit. Tuurlijk. Helemaal leuk. Leuk sloepie. Ai ai, kapitein. Ai ai. Nou, Helen aan het roer. In de beginfase van onze rit. Nu gaan we het brede water verlaten en dan varen we de Biesbos in. Staat daar ook welkom in Nationaal Park de Biesbos. Ja, die is wel een stukje warm. Ik had net mijn vestje even aangedaan, dus ik kan nu weer uit. Ik zei gisteren nog tegen Helen dat op het water zal de Biesbos veel leuker zijn dan op de fiets. Nou, daar is niks van gelogen. Ja, wij zijn eigenlijk helemaal bovenin geweest, met de fiets. Ja, dit is echt pas de Biesbos. Ja. Kan je niet met de fiets komen, inderdaad. Nee. Het is prachtig hier. Even de feitjes op een rij. Dit bootje wat wij gehuurd hebben kost €105 voor een hele dag. Exclusief benzine. Ja, daar komt misschien nog wel €50 bij, geen idee. En van 9 tot 6:30 dan, hè? Tot 6:30, ja. Ja, ja. Het enige nadeel is dat we voor 11:00 moeten uitchecken met de camper. Dat hebben we niet gedaan, dus we hebben een dag bijgeboekt. Met het idee om morgenavond weer naar huis te gaan. Ja, dat kost je weer €30 extra. Want ook de camperplaats is niet goedkoop. Alles voorbij varen. Grappig, joh. Te veel rustig door. Als we iets harder gaan varen, dan maakt die motor zo verschrikkelijk veel herrie. Dus joh, we hebben de hele dag de tijd. Toppie. En dat is de Zilvermeel. Daar hebben wij ook eerder op gezeten. Ja. En we zijn naar het strandje, waar heel veel vertier is. We gaan een boterhammetje eten. Boompjes zoeken om te plassen, denk ik. Kijk eens wat een drukte. Het is wel gezellig, hoor. We zaten vast.
De motor sloeg af, zaten vast, konden geen kant op. Gewoon op het open water, hè? Ja, het ging helemaal nergens over. Maar... Ik denk dat de schroef niet in orde is. Maar goed, ik ben voor gaan zitten, dus dan kantelt die boot. En Helen achter het roer. En toen kwamen we los. Ja. We waren op een heel smal stukje. Het gaat goed. Op de kaart is het gewoon blauw. Dus dat betekent bevaarbaar water. Maar ja, het is wel een beetje spannend. Het is druk op het steurgat waar we nu varen. We zijn eigenlijk al ver over de helft. We gaan hier en daar nog wat kleine slootjes in. Oepetee. Oh. Dus we komen onze dag wel door. We varen nu op de Aakvlaai, ja, zo heet dat hier. Dat is een gebied, daar kan je maar één kant in en de andere kant weer uit. Een weerwar van water en strandjes, een haventje. En het is hier hartstikke druk, dus superleuk. We houden nu een beetje links aan. Ja. Het zonnetje is nu echt aan het schijnen en... Heerlijk, dit is ook echt genieten. We hebben net even aan het strandje gelegen. Een wijntje gedaan met een toosje en een kaasje. Het was even lekker, hè? Ja, nee, zeker. Het was heel lekker. Ja. Nu gaan we nog een klein stukje hier in de Aakvlaai rondvaren. Lekker gekletst even met een paar mensen die hier liggen met een boot. Ja, helemaal leuk. Weer een heel smal gedeelte. Een andere sloot, weet je wel. En ook weer de moeite waard, hoor. We nemen weer een andere route dan was aangegeven. We varen de sloot van Sint-Jan in. En dat is een leuk slootje. Leuk binnendoor in plaats van op dat grote water. En ik kom ook nog het bruggetje van Sint-Jan tegen. En dan naar het einde van onze boottrip. Een heerlijk dagje op deze manier. Dit is wat anders als fietsen of wandelen. Dit is het bruggetje van Sint-Jan. Daar kunnen we makkelijk onderdoor. Zo te zien al heel oud. En een fietsbrug. Geen autobrug, denk ik, mag ik hopen. Ja, ook hier weer een prachtige natuur. Alles lekker in bloei. Kijk wat er staat. Uit 1945 is dit bruggetje van Sint-Jan. Symbool van verzet door onderduikers, hun helpers en lijncrossers. Punt van ontwapening 75 vijandelijke soldaten door onderduikerscommando. Dus het heeft ook nog een hele historische betekenis, dit bruggetje, in de Tweede Wereldoorlog. Eet smakelijk, hè?
Ga goed, hè? We hebben wat verstekelingen meegenomen. Die zijn al 3 uur aan het kanoën. Dus we geven even een klein sleepje. Het is best nog wel ver varen. Dus komt helemaal goed. En zo varen we de haven weer in. We gaan rechtsaf, Rob. Naar café Robbie. Daar is onze lichtplaats. Moet toepasselijk. Leuke dag, hè? Ja, superleuke dag. Ja, was superleuke dag. En kijk net de spiegel, maar toch een beetje kleurtje gekregen, ja, ondanks dat het heel bewolkt was. Uitgaard. Nou, we gaan snel naar de camper toe. Dan gaan we even een afzakketje nemen. Vanavond gaan we happy eten. Restaurantje uitgekozen, restaurantje Boeien. Boeien. Lekker boeien. Boeien. En dan gaan we eens eventjes lekker eten voor het eerst dit weekend. Gewoon omdat het kan. Nou, ik weet het al, hoor. Zo, lieve mensen, we verlaten Drimmelen en ik kan niet anders zeggen dat we een leuke tijd hebben gehad. Ja, leuk weekend, zeker. Ja, goed. Vanaf deze kant bedankt voor het kijken en we hopen jullie graag weer te zien bij de volgende. Ja, per trip.